Toen deze vrouw, Sinikiwe Kadamanga, geboren met onderontwikkelde ledematen, met deze man trouwde, lachte iedereen. Maar toen dit verbazingwekkende ding gebeurde, kregen ze er allemaal spijt van. De jeugd van Sinikiwe was moeilijk door de manier waarop ze eruit zag. Haar armen waren niet volledig ontwikkeld en ze had ook dwerggroei. Haar ouders verwaarloosden hun babymeisje vanwege haar lichamelijke problemen. Helaas verloor ze beide ouders op jonge leeftijd. Na hun dood trok Sinikiwe bij haar grootmoeder in. In tegenstelling tot de ouders van Sinikiwe accepteerde haar grootmoeder haar uiterlijk. Ze hield zielsveel van Sinikiwe en ze voelde haar op om zelfverzekerd en onbevreesd te zijn. Ze leerde Sinikiwe ook om haar doelen te bereiken, ongeacht de hindernissen die op haar weg kwamen. Gelukkig luisterde Sinikiwe naar de raad van haar grootmoeder en je gelooft nooit wat daar uiteindelijk uit voortkwam. Sinikiwe had het moeilijk om haar uiterlijk te accepteren. Maar zodra ze afstudeerde aan de universiteit, besefte ze dat ze alles was wat ze had en als ze niet van zichzelf hield, wie dan wel? Dus werd Sinikiwe mondig. Ze begon haar levenservaringen te delen op sociale media en voor ze het wist, werd ze een beetje een internetsensatie. Ze gebruikte haar kanalen om mensen die met een misvorming leven te inspireren en ze moedigde ook vrouwen aan om hun doelen te bereiken. Terwijl veel mensen het verhaal van Sinikiwe inspirerend vonden, dreven anderen de spot met haar. Maar Sinikiwe liet het allemaal niet tot haar doordringen. Hoewel Sinikiwe nu het leven leidde dat ze altijd voor zichzelf gewild had, vreesde ze dat haar romantische leven tekortschoot. Sommige van de mannen met wie ze was geweest gebruikten haar enkel als een pleziertje, dus Sinikiwe was bang om weer een gebroken hart te krijgen. Wat er daarna in het leven van deze vrouw gebeurde is verbazingwekkend. In 2016 was Sinikiwe haar berichten op WhatsApp aan het doornemen toen er plotseling een bericht van een onbekend nummer binnenkwam. De persoon stelde zich voor als Ruben en legde uit dat hij haar nummer uit een WhatsApp-groep had gekregen. Zonder tijd te verspillen vertelde deze man Sinikiwe dat hij haar leuk vond en dat hij het niet erg vond om de rest van zijn leven te besteden om dat te bewijzen. Hij vertelde me dat hij van vrouwen met dwerggroei houdt en dat ik de ware voor hem was. Ik geloofde geen enkel woord dat uit zijn mond kwam. Ik bleef hem ongeveer 2 jaar zien en later leerde ik hem vertrouwen en werd ik hevig verliefd op hem. Sinikiwe hield haar relatie met Ruben geheim, zodat haar volgelingen op de sociale media aannamen dat ze vrijgezel was. Sommigen van hen plaagden haar en zeiden dat ze nooit iemand zou vinden die van haar zou houden. Wie zou er houden van een korte vrouw met verminkte armen? Misschien een blinde man? Spotten ze met haar. Sinikiwe was van plan het nieuws over haar relatie bekend te maken wanneer ze dacht dat het een goed moment zou zijn. Maar helaas waren sommige bloggers haar voor. Op een ochtend werd Sinikiwe wakker en vond overal op het internet foto's van haarzelf en haar vriend. Veel mensen noemden me een leugenaar. Sommigen zeiden dat ze niet dachten dat ik in staat was lief te hebben. Oh ja, omdat ik geen volwaardige ledematen heb, heb ik geen hart. Wel, sommige commentaren waren nog hartverscheurender. Er is geen enkele manier waarop die man oprecht van je houdt. Je moet hem verleid hebben. Die relatie zal niet eens een maand stand houden, spotte iemand. Iedereen dacht dat de relatie zou mislukken, maar in oktober 2021 schokte Sinikiwe de Zimbabwanen toen ze haar trouwdatum aankondigde. Natuurlijk zouden zij en Ruben trouwen. Al van jongs af aan had Sinikiwe altijd verlangd naar een kleurrijke en grote huwelijksceremonie. Dus namen zij en haar man contact op met een weddingplanner en vertelden hen hoe ze de bruiloft wilden hebben. Sinikiwe nam contact op met haar oude vriendinnen en vroeg hen haar bruidsmeisjes te zijn en ze stemden allemaal in. Niet iedereen wenste haar echter het beste. Haar vrienden geloofden dat haar echtgenoot niet helder nadacht en wanneer hij weer bij zinnen zou komen, zou hij haar dumpen. Tijdens de vrijgezellenborrel hoorde ik hoe sommige van mijn bruidsmeisjes me bespotten. Sommigen zeiden dat mijn man niet op de bruiloft zou komen opdagen en anderen zeiden dat hij me bij het altaar zou dumpen. Ik schonk aan al deze dingen geen aandacht, zei Sinikiwe. Weldra was het de trouwdag. Verschillende auto's vervoerden het bruidsmeisje naar de plaats van het huwelijk. Zoals je ziet zagen ze er erg opgewonden uit. Ze zaten aan het raam. Ze gooiden hun handen in de lucht en gilden blij, maar sommigen hadden andere bedoelingen. Ze waren er alleen om te lachen als het misging. De trouwlocatie was gevuld met veel mensen, maar niet iedereen was daar om hen geluk te wensen. Sommigen verzamelden zich in een hoekje en lachten alleen maar om alles. Anderen stonden te popelen om te zien hoe Sinikiwe er in haar bruidsjurk uit zou zien. Ze konden niet wachten om haar uit te lachen. Tot grote verrassing van deze onaardige gasten kwam de bruidegom opdagen en was het tijd voor Sinikiwe om naar het altaar te lopen. Ik was niet zenuwachtig en ik was ook niet bang. Ik was blij.
Ik hoorde sommige mensen vreselijke dingen zeggen over mijn uiterlijk en outfit, maar dat alles maakte me nog zelfverzekerder. Ze wilden zo graag dat het mis zou gaan, maar in mijn hoofd zei ik nee, vandaag niet, dus ik liep vrolijk met mijn hoofd omhoog. Terwijl Sinekiwe naar het altaar liep, juichten sommige mensen, terwijl anderen er de spot mee dreven. Sinekiwe en haar man hadden zich al op het ergste voorbereid, dus bleven ze in opperbeste stemming. De pastoor begon met de huwelijksrieten en al snel kwam het moment waarop iedereen gewacht had. Het was tijd om ringen uit te wisselen. Er heerste een doodse stilte. Er lag één onuitgesproken vraag op ieders netvlies. Waar zou de bruidegom de ring plaatsen omdat Sinekiwe geen vingers heeft? Sommige van de gasten waren klaar om te lachen. Maar wat er nu ging gebeuren zou hen in ontzag achterlaten. Haar man schoof de ring die ze voor hem had uitgezocht om zijn vinger. Toen haar man aan de beurt was, lachte iemand in de menigte hardop. Juist toen opende Ruben een doosje en hij haalde er een ringketting uit. Fantastisch. Ik beloof je lief te hebben tot de dood ons scheidt. Je aanwezigheid heeft mijn leven op ongelooflijke manieren veranderd. Hartelijk dank dat je een groot deel van me bent, zei hij en legde de ketting om de hals van zijn bruid. Iedereen was ontroerd door zo'n vertoon van creativiteit en ze prezen het koppel, maar de verrassingen waren nog niet voorbij. De dag voor het huwelijk had Sinekiwe een liefdevolle boodschap aan haar echtgenoot geschreven en, nadat ze de ringen hadden uitgewisseld, las ze hem die voor. Ik geloof dat God jou voor mij geschapen heeft. Ik wil je laten weten dat ik zielsveel van je hou. De manier waarop je van me houdt is een echte weerspiegeling van Gods liefde voor mij. Door jou geloof ik dat God van me houdt. Ik wil dat je weet dat, nu we aan deze reis beginnen, we er samen in zitten en dat ik altijd aan je zijde zal blijven, ongeacht wat er op onze weg komt. Dank je wel dat je van me houdt, zei Sinekiwe terwijl ze huilde. Hoe lief, nietwaar? Maar de reactie van haar echtgenoot vind ik nog schattiger. Kijk maar hoe hij die kostbare tranen van haar ogen veegde. Het is duidelijk dat deze twee innig verliefd zijn. Ook Ruben had mooie woorden voor zijn vrouw. Ik was altijd dol op meisjes met dwerggroei. Vandaar dat God in de hemel mijn gebed verhoorde en wist dat jij op een dag mijn zielsverwant zou zijn. Vandaag heeft God mijn verlangens vervuld en ik zal geen misbruik van je maken. Ik zal altijd van je houden tot de dood ons scheidt. Na de huwelijksceremonie ging iedereen naar de receptiezaal en opnieuw vermaakte Sinekiwe haar gasten op een verbluffende manier. Ze dansten met zoveel passie, vreugde en enthousiasme. Geloof me, alles wat ik hier zie is een gelukkige bruid, ongeacht wat iemand denkt. De gasten overlaadden het pasgetrouwde koppel met talrijke geschenken, maar veel mensen geloofden nog steeds niet dat ze het zouden volhouden. Volgens hen vonden ze dat Ruben met een normale dame had moeten trouwen. De volgende dag plaatste Sinekiwe haar trouwfoto's op Facebook en die kregen wisselende reacties. Terwijl veel mensen haar toejuichten omdat ze een gewaagde stap had gezet, zeiden anderen dat het huwelijk in een oogwenk zou eindigen. Nou, dat is zeker niet waar. Het is nu al 2 jaar geleden en de liefde van dit paar wordt elke dag sterker. Ze helpen elkaar hun doelen te bereiken en hebben ook samen een kind. In een recent interview zei Ruben: ik heb geen enkele keer het gevoel gehad dat ik met een vrouw met beperkingen getrouwd ben. Sinekiwe doet alles wat elke vrouw met volledige handen en benen zou doen. Ze is een hardwerkende, getalenteerde en geweldige echtgenote. Ze kookt de lekkerste maaltijden voor me en ik kom niets tekort. We hebben nog een eeuwigheid te gaan. Dit interview ging viraal en veel mensen waren geschokt dat het stel nog bij elkaar is. Ze beseften dat wat het koppel deelt echt en mooi is. Ze gaven toe dat niets tussen het koppel kan komen. Iedereen had spijt van hun woorden en ze wensten Sinekiwe en haar man het beste in hun toekomstige ondernemingen. Tot op heden werkt Sinekiwe verder aan haar opmars naar succes. Internationale media hebben aandacht aan haar besteed en ze blijft de internationale platform sieren. Ze heeft niet nagelaten haar blog te gebruiken om anderen te inspireren zelfverzekerd te zijn. Wat een inspirerend verhaal. Onthoud altijd dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet. We hebben allemaal onze gevechten, maar je kan kiezen om ze te beheersen. Je kan kiezen om te vechten en ik beloof je, als je doorgaat, dan zul je op een dag winnen. Ook is dit verhaal een mooie herinnering aan het feit dat mensen beoordelen op hun uiterlijk, laat zien wie je bent, niet wat ze zijn. Laat me weten wat je van Sinekiwe vindt in de comments en geef deze video een duimpje omhoog als je van genoten hebt. Tot binnenkort!